Dick, gaat het weer een beetje? Ja, even een bruisje onder de tong en dan proberen de hartslag weer op orde te krijgen. Wat is die nu, denk je? Die is nu vrij normaal en die van mij is dan denk ik 70. Wat was die, 2 seconden voor en na de 1-1? Nou, na de 1-1 ging je richting de 150, 160. Dat is een beetje mijn maximale hartslag. Maar ik ben hartstikke blij met die gelijkmaker, want die kwam uit het niets. En dan zie je eigenlijk het seizoen een beetje in rook opgaan. Ook heel vervelend omdat we onherkenbaar spelen, beneden niveau. Dus dan heb je zware P'en en dan zeg maar vanaf dit is het totaal andersom en zit je in een andere emotie. Romano Postema vertelde mij net dat je de wedstrijd van volgende week tegen Roda de wedstrijd van jullie leven hebt genoemd. Ja, nou, ik heb gezegd dat moet de wedstrijd van ons leven worden. Waar wij vandaan komen, wat we hebben gedaan onderweg, nu de afgrond niet gescheerd maar geraakt. Ja, dan moet volgende week tot zo'n explosie leiden en iedereen moet op de toppen van zijn kunnen presteren. En met behulp van een kokende euroboom moet het een geweldige avond worden. Waarom lukte dat vandaag niet? Ja, ik vond dat bijna alle jongens onder niveau speelden. Dus wij hebben hier met z'n allen, niet alleen de mannen op het veld, maar ook daarbuiten, ja, blijkbaar niet goed de tactiek aangepakt of niet goed de strategie gehanteerd. Iedereen kan beter, denk ik, behoudens Tom van Bergen, die vond ik wel op niveau. Van Bergen en Postema zeiden ook allebei, ja, van Lente missen we echt enorm. Ja, maar dat is ook zo. Luciano heeft natuurlijk een geweldig seizoen tot nu toe. En was eigenlijk de laatste weken zeker uitblinker. Dus zijn dynamiek hebben we absoluut gemist. Alleen het is hem ook te gemakkelijk om het daar alleen maar aan te wijden. Want dan moeten die anderen er een stapje bij doen. Nou, en we deden eerder een stapje minder. Waardoor het als ploeg ook gewoon er niet goed uitzag. Hoe ga je dit nou aanpakken die komende zeven dagen? Het wordt zo'n ongekende thriller. Hoe hou je die jongens rustig? Ik heb ze al aangeboden dat als ze moeite hebben om de rust thuis te bewaren, dat ze bij mij in de wilde van komen slapen. Dus ik probeer alle ruis rondom ze weg te nemen. Maar dat zit natuurlijk voor het grootste gedeelte bij hun. Nog wel ruimte op zolder? Ik heb nog wel ruimte op zolder en ook nog wel ruimte in de gastenslaapkamer. Dus wat dat betreft zijn ze welkom. Maar het gaat er vooral om zij moeten zich focussen, ze moeten de rust pakken. En dat zal lastig zijn, want iedereen in hun omgeving zal het er ook over hebben. Toch zaak om... ja, die gezonde focus mee te nemen en dat moet leiden tot een enorme eruptie. Denk je dat stress, zenuwen vandaag ook een factor speelde? Ja, dat is niet uit te sluiten. Maar vind ik ook wel iets goedkoper om het daar alleen maar over te hebben. Want dat hebben we in die weken hiervoor prima gemanaged. Dus moeilijk om er precies een vinger op te leggen wat nou de oorzaken zijn. Maar we leven nog. Kan het jullie ook mentaal een boost geven dat het op deze manier dan ging? Nou, zeker als je, laten we niet overdrijven, ik wou zeggen uit de dood opstaan, maar zeker als je eigenlijk al het gevoel hebt dat het verloren is, als je dan weer opstaat, ja, dat kan zeker een mentale boost geven. Ik begreep dat ze in Kerkrade al op het veld stonden. Ja, een veldbestorming. Ja, dus dat vertrouwen, dat moeten wij meenemen. En ook het besef dat de afgelopen maanden zo zijn gegaan doordat wij een aantal dingen heel erg goed hebben gedaan. Nou, en vandaag was dat minder. Je speelt natuurlijk altijd om te winnen, maar volgende week speel je om te winnen en mag de tegenstander in principe ook gelijk spelen als hij maar niet verliest. Hoe ga je daar tactisch mee om? Nou ja, voor ons verandert het niet veel, maar wij spelen altijd om te winnen. Ja, maar je hebt natuurlijk nu een tegenstander die zich volledig ingraaft en jullie hebben best wel moeilijk tegen ploegen die zich ingraven. Nou ja, ik denk dat Cambuur zich ook in heeft gegraven bij ons en dat we daar minder moeite mee hadden. Dus, ik denk dat we... Het gaat nu om de nummer 2, hè? Zeker. Maar ik denk dat we daar inmiddels prima mee om kunnen gaan. En dan gaat het om uitvoering, kwaliteit van de dag. Ja, en als die beter is dan vandaag, dan gaan we kijken wat erop gaat leveren. Gaat het lukken? Ik heb daar zeker vertrouwen in. En ik heb vooral heel veel zin om te voetballen weer. Succes deze week.